Hilda. We zijn broodjes aan het bakken. Hallo. U lijkt de kerstman wel. Is het zo? Oh ja, 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 kan er ook niks in doen. We geven de stokken dan aan de kinderen en de kinderen roosteren het dan boven het vuur. En als het klaar is, dan stop ik suiker in de broodjes en dan eet het op. Wij zijn een lekker broodje aan het bakken, hè? Het wordt hartstikke mooi in een mooie vuurkorf. Hoe vind je het? Lekker warm? Gaat goed, hè? Ja. Gaat u een gezellige dag van maken? Zeker. Absoluut, ja. Veel plezier. Dankjewel. Nou, ik ga voor een appelflap. En een krent, misschien nog een krentenbol ook nog. Ja, lekker. Ga je voor die of ga je voor die? Ik ga voor die. Maakt het? Mag je met volle mond praten? Ja, heerlijk. Deze keer wel, mevrouw. Wat ziet je kraam er weer feestelijk uit. Gezellig, hè? Lekker voor de kerst. Hartstikke leuk. En wat verkoopt nou het meest? Het meest? Nou, de kerstboompjes gaan heel goed. En, nou ja, kerstgroen. Aan de andere kant gaat ook goed, maar eigenlijk alles. Het gaat... Gezellige dag, hè? Zeker weten. Ja, hartstikke leuk. En ga je voor je mooie kerstjurk of ga je voor een mooi kerststukje? Ik ga een mooi cadeautje voor mijn moeder kopen. Prachtige kerststukken. Dankjewel. Maak je ze zelf? Zeker. Ja, als hobby maak ik ze. Nou, kom op, beetje bewegen. Olaf heeft het veelste koud. Beetje bewegen. Vertel, wat ga je met de kerst doen? Lekker eten bij opa en oma? Ja. Vandaag is ook mijn neefjes verjaardag, dus daar ga ik ook heen. Hey, en wat vind je van deze verschrikkelijke sneeuwman? Ah, leuk. Leuk. Zeg eens wat. Koud. Hey, wat ziet het er allemaal feestelijk uit. Wat gaan we dragen deze kerst? Nou ja, ik heb een toppertje in de hand natuurlijk. Prachtig jurkje. Roos met goud. Ja, hoe mooi is dat, hè? Shiny, shiny. Hey, gezellige feestdagen, hè? Ja, dank je. Jullie ook. Dankjewel.